Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Wouter Post en vandaag is bij mij te gast Henk Singor, die dit prachtige boek heeft geschreven, Constantinopel en de Eerste Jihad, 633 tot 718, het overleven van een christelijk Europa in de 7e en 8e eeuw. Voordat wij dat gesprek gaan voeren, wil ik jullie nog even wijzen, lieve kijkers, op een nieuwe constructie waar jullie ons mee kunnen steunen. Die constructie heet Petje Af, waar je een bedrag kan storten om ons te helpen meer van dit soort fantastische interviews aan jullie te laten zien en horen. Nu over naar jou, Henk. Leuk dat je hier wil zijn. Bedankt dat ik hier kan zijn. Dank. We gaan het hebben over een onderwerp wat als zeer donker kan worden geschetst. Mm-hmm. Het gaat namelijk over de donkerste eeuw misschien wel. Nou, misschien. Wat zou je zelf zeggen? Denk je dat dit de donkerste tijd is na de... Nou, het is in elk geval de donkerste eeuw van Byzantium. De donkerste eeuw van Byzantium. Sorry. Ja. Tweede helft, zevende eeuw, achtste eeuw. Ja. Ja. En in Europa eigenlijk ook wel. Ja, ja. Ja, ja. In Europa. Ja, West-Europa dan. In West-Europa. Ja, ja, ja. Ook in het oosten, denk ik? In Nabij-Oosten, in het Midden-Oosten. Ja, iets minder. De zevende eeuw wel. Het valt op dat er eigenlijk weinig gegevens zijn uit die zevende eeuw. Ook archeologisch niet. Ja. En de archeologische gegevens die komen eigenlijk pas zo tweede helft, achtste eeuw. Ja. Soms pas negende. Ja, ja. Het is ook een periode van grote veranderingen. Jouw boek heet niet voor niets Constantinopel en de Eerste Jihad. Mm-hmm. Dus het is ook de periode waarin de islam opkomt. Nou, dat is een precair onderwerp. Ja. Voordat we daarop ingaan, op hoe dat dan tot stand kwam, is het misschien goed voor de kijkers om even een schets te krijgen van de constructie die Byzantium, het rijk wat toen toch in enige mate aan prestige en zeggingskracht en energie verloor, hoe dat zich toen ophield en waar het vandaan kwam. Dus misschien ook even de eeuwen daarvoor. Kan je daar iets over? Nou ja, Byzantium, dat is de naam die wij historici geven aan het Romeinse Rijk. Ja. De mensen zelf spreken van Romeinen, ze noemen zich Romeinen. En het is dus de voortzetting van het Romeinse Rijk in het oosten. In het westen is het in het loop van de vijfde eeuw verdwenen. Dus in het oosten heb je dan de Balkan en wat het huidige Turkije, Syrië, tot en met Egypte, Noord-Afrika. Dat is dan het Oost-Romeinse Rijk. Oftewel, in onze taalgebruik, het Byzantijnse Rijk. En dat is anders dan het vroegere Romeinse Rijk, want het is puur christelijk. Ja. En daarmee alleen al is dan eigenlijk al een enorme culturele breuk teweeggebracht natuurlijk. En verder door allerlei andere veranderingen, immigraties van andere stammen en volkeren. Politieke en militaire woelingen, ga zo maar door. Is het ook economisch behoorlijk achteruit gegaan. Ja. Daarbij hoort ook de pest uit de tijd van Justinianus, de zesde eeuw, die enorm is huisgehouden. Ja. Dus je hebt te maken met een verarmd en cultureel veranderd rijk, dat zichzelf nog steeds Romeins Rijk noemt, maar dat toch zeker in retrospect gezien een heel andere aard heeft gekregen. Ja. En voortdurend bedreigd is dan. En in de zevende eeuw krimpt het enorm. Het dreigt zelfs helemaal ineen te storten. Dat gebeurt dan niet. Het herstelt zich zelfs in de loop van de 8e eeuw. Om dan vanaf de 11e eeuw met nieuwe tegenstanders, dat zijn dan de Turken die dan uit Midden-Azië komen, weer allerlei andere problemen het hoofd te moeten bieden. En dat is uiteindelijk uitzichtloos. En dan loopt het uit op 1453. Dat is de geschiedenis van Byzantium in kort bestek. Ja, want in 1453 is het Mehmet de Veroveraar namens de Turkse, eigenlijk de Osmaanse stam zou je bijna kunnen zeggen. Ja, volgens mij in 1326 door Ottman opgericht. Ja. Een aantal kilometers, honderden kilometers ten zuidoosten van Byzantium, als ik het wel heb. Ja, ja. Ik denk in Prusa. In Prusa, voormalige Bithynië. Ja. Dus eigenlijk een vrij kleine stam die dan dat grote, of althans dat voorheen zeer grote Byzantijnse Rijk, op dat moment nog een rompstaartje, overweldigt. Ja. Wat we in de 6e en 7e eeuw zien, is een situatie waarin dat Byzantium eigenlijk nog best wel krachtig is, ondanks het feit dat het enorm ingekrompen is. Ja.
Ja. Nou, in de 6e eeuw is het in zekere zin de grote tijd, hè, de tijd van Justinianus. Ja. Die dan heroveringen tot stand brengt. Mm-hmm. Toen zijn generaals, Belisarius en anderen, Noord-Afrika, Italië. Ja. Maar ja, dan komt de grote klap van die beruchte pestepidemie, de echte pest, de zwarte dood, van 542 en volgende jaren. En daarna invallen van andere barbaren van over de Donau. Ja, en dan gaat het geleidelijk aan mis. Maar dan komt de grote confrontatie met het Perzische Rijk in het begin van de 7e eeuw. Die zowel de Persen als de Byzantijnen behoorlijk hebben uitgeput, kun je zeggen, die confrontatie. Ja. En die oorlog is nog aan de gang tussen beide partijen, wanneer dan eigenlijk de islam ook op het toneel verschijnt. Ja, ja, precies. En dat kun je zelfs enigszins in een jaartal aanwijzen, 622. En dan een jaar of 10 later beginnen dan de veroveringen echt van de islam buiten Arabië. Ja. Ja. Er zijn een aantal curieuze details die de kijkers misschien wel fascinerend zullen vinden. Namelijk bijvoorbeeld dat het gebied waar Mohammed vandaan kwam, dat een gebied was waar de bevolking grotendeels Joods was. Nou, grotendeels wil ik niet zeggen, maar er waren dus een paar plaatsen in Yathrib, Medina, Kaibar en nog twee kleinere plaatsen waar behoorlijk grote Joodse gemeenschappen leefden. Ja. Ja, Yathrib is misschien in oorsprong zelfs een Joodse stad geweest. Maar die is al geleidelijk aan gearabiseerd. Hè? Ja. Maar de rest van de bewoners van het gebied, de Hijaz, zijn natuurlijk Arabieren. Ja, dus de Hijaz is het gebied in het westen van het Arabisch Schiereiland. Ja. Volgens mij deels zeer bergachtig, maar ook een laagvlakte. Ja, nou, beide. Het is door een bergen eigenlijk afgesloten van de Rode Zee. Er zijn eigenlijk nauwelijks havens. Hè? Ja. Eén of twee misschien, maar dat stelt niet veel voor, commercieel. Ja. Het is dus het gebied vanaf Mekka zo naar het noordwesten, richting de Sinaï en richting het huidige Jordanië en Israël. En die stad Yathrib waar jij het over hebt, dat is een stad die ook een andere naam kent. Medina. Medina, De stad van de profeet. De stad van de profeet, precies. Ja. Dus je hebt een gebied wat eigenlijk redelijk achtergesteld is, zou je kunnen zeggen, aan de grenzen van het Romeinse Rijk. Ja, achtergesteld in vergelijking met het Romeinse Rijk misschien. Ja. Niet achtergesteld in vergelijking met andere gebieden in Arabië. Ja. Dat is... Want voor de duidelijkheid, we hebben ook gebieden als Jemen, waar volgens mij ook op dat moment veel handel is. Zeker, en in Jemen zijn nogal wat Arabieren overgegaan tot het christendom. Ja. Dan heb je trouwens ook Joodse nederzetting nog. Ja, ja. Ja. Je kunt vaststellen in die tijd, begin 7e eeuw, want daar hebben we het over, dat dan alle kustgebieden van het Arabisch Schiereiland zijn onder controle van het Perzische Rijk. Ja. Behalve dat gebied van de Hijaz. En dat, dat verklaart misschien ook waarom dat al een rol gaat spelen in de confrontatie tussen Byzantijnen en Persen. Ja. Een confrontatie tussen Byzantijnen en Persen die eigenlijk een ongelooflijke rollercoaster aan wisselingen van lot eigenlijk ziet. Dus je hebt de keizer Heraclius. De man kwam volgens mij uit Armenië, begreep ik. Nou ja, zijn vader, de familie is Armeens. Mm-hmm. Ja. En die man die werd keizer op een gegeven moment in een constructie, een Byzantium, wat dus al zeer veel aan prestige verloren had. Maar hij had ook een strijd volgens mij tussen verschillende figuren die om de troon vochten. Zoals de keizer Mauritius en de nog een keizer, dacht ik, daarvoor. Nou ja, dat is eigenlijk die Mauritius die is in het jaar 602 van de troon gestoten en vermoord, kun je zeggen, geëxecuteerd, door Phocas in staatsgreep. Ja. En die Phocas was een vrij ruwe militair die het hele establishment van Byzantium tegen zich in het harnas jaagt. De aristocratie en vele anderen. En dat leidt tot een staatsgreep tegen hem in 610. En uit die staatsgreep komt dan Heraclius voort. Dat is de man die vanuit het westen komend, uit Carthago, wat toen nog Byzantijns was, met een vloot naar Constantinopel vaart. En eigenlijk de stad zonder veel moeite inneemt. Die Phocas wordt gedood en dan begint de regering van Heraclius. Maar op dat moment is dat Byzantijnse Rijk gewikkeld al, enig jaar al, in een vreselijke oorlog met de Persen. En die oorlog is ook ontstaan omdat die Phocas
Mauritius had laten vermoorden. Of vermoorden, had laten executeren. Ja. Ja. Omdat de Persische koning een nauwe vriendschap had met die Mauritius. Die had hem destijds geholpen aan aan de troon van Persië. We kunnen eigenlijk zeggen dat Perzië en Byzantium, of Perzië en het Romeinse Rijk, bijna op gelijke voet elkaar zagen staan. Ja, min of meer wel. Zo beschouwden ze zichzelf ook eigenlijk. Ja. 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 De Byzantijnen moesten dat misschien met enige tegenzin toegeven. Ja. Want in hun kijk op de wereld was een christelijke rijk per definitie natuurlijk door God uitverkoren om aan de top te staan. Natuurlijk. Maar ze erkennen dan dat dat ze de top als het ware moeten delen met het Sassanidenrijk van de Persen. Ja. En dat Sassanidenrijk heeft op haar beurt ook weer allerlei pretenties op basis van misschien nog wel de veel oudere claim op het heersenschap over de gehele wereld. Wat uit de tijd van Cyrus de Grote volgens mij. Ja, dus ja, nou, of dat echt een claim is op de hele wereld, dat weet ik eerlijk gezegd niet. Maar wel een claim op zo'n beetje alle gebieden die destijds de Persen in bezit hadden. Ja. Ja. En het idee ook dat zij, uitverkorenen van Ahura Mazda, de Heer des Hemels, toch eigenlijk de belangrijkste soeverein op aarde waren. Dat botst duidelijk met de Byzantijnse keizer. En het feit dat die Mauritius en koning Khosrow II, een tijd lang op vriendschappelijke voet verkeerde, is eigenlijk tamelijk uitzonderlijk. Want dan, dat eindigt dan ook met het verdwijnen van die Mauritius. Dan komt het grote offensief van die Khosrow. En dat offensief dat dreigt het hele Byzantijnse Rijk omver te lopen. Ja, en dat dus die Heraklis, gebeurt eigenlijk ook. Ja, die Heraklis wordt keizer op een moment dat het er heel somber uitziet. Ja. En sterker nog, het blijft er somber uitzien. Die Persen die behalen de ene overwinning naar de andere. Die veroveren Jeruzalem, ze veroveren Egypte, ze bedreigen Constantinopel zelf. Ja, en dan is het in uiterste nood dat die Heraklis probeert een totaal nieuwe strategie te ontwikkelen. Dat was echt een dubbeltje op zijn kant. Namelijk door de Persen aan te vallen via een omweg. Uit een richting die zij absoluut niet verwachten. En als het mislukt was, dan was het het einde van het Byzantijnse Rijk geweest. Maar het is gelukt. En dan krijg je daardoor een verrassende omslag. En uiteindelijk stort het Persische Rijk in binnen een paar jaar. Ja. En dat begint, dat tegenoffensief van Heraklius, dat begint in 622. Dat is ook met enige fanfare aangekondigd in Byzantium zelf. Ja. En anderen, nou ja, die hoorden daarvan. En als je het hebt over anderen, kun je denken aan die Arabieren. Want Arabische ruiterij vocht zowel in het Persische leger, niet zoveel meer in die tijd, maar vooral in het Byzantijnse leger. Mm-hmm. Dus die Arabieren hebben ook een band met, nou ja, het optreden van Heraklius in de oorlog tegen de Persen. Ja, over het jaar 622, ja. Daarin gebeurden meer interessante dingen. Bijvoorbeeld dus in de Hijaz. Ja, die Arabieren in het Byzantijnse leger behoren meestal tot de grote groepering van de Ghassaniden. Mm-hmm. En die hebben zo hun vertakkingen in de Hijaz. Er zijn ook Ghassanidische stammen die tot in Yathrib woonden. En dus ook de berichten over wat Heraklius doet, dringen ver door in het zuiden. Dat is onmiskenbaar. Maar ja, dan is er een interessante theorie die ik onderschrijf en een beetje heb uitgewerkt. Dat is de komst van Mohammed en zijn aanhang naar Yathrib. Dat je dat moet zien in het kader van die oorlog. En dat Mohammed eigenlijk is uitgenodigd om met zijn aanhang een soort van tegenwicht te vormen tegen de Joden daar. Want de Joden zijn per definitie bondgenoten van de Persen. Ja. Eenvoudig omdat zij in het Byzantijnse Rijk werden vervolgd. Dus die Joden die kijken altijd in zekere zin uit naar de Persen als hun bevrijders. En de Persen wisten dat. En omdat dat gebied in Arabië nog net niet door de Persen werd beheerst, bestond de dreiging dat Persië dat ook onder controle zou krijgen. En dan Byzantium helemaal vanuit het zuiden totaal zou afsluiten van de buitenwereld. Het Byzantijnse Rijk. En om dat te voorkomen, en om misschien ook een soort van tegenoffensief tegen de Persen in gang te zetten, is dan opgericht, althans dat is de theorie, hè, die nieuwe gemeenschap in Yathrib. Een religieus, politiek, militaire vereniging, kun je zeggen. Een nieuw volk, letterlijk, een umma, onder leiding van de profeet. Waarom? Omdat die profeet en zijn aanhang heel uit de verte en heel oppervlakkig gezien wel een beetje op christenen leken. Ja. En vandaar dat dan die Ghassaniden, die meestal, althans het grootste deel van hen, ook christen waren, die zagen daarin potentiële bondgenoten om dan in de Hijaz op te treden tegen Mekka.
Want de Mekkanen hebben daar hun karavanen en die gaan richting Syrië. En dat is allemaal op de hand van Perzië. En omdat dus de Persen via Mekka dwars te zitten om de Joden van Yathrib en Kaibar in toom te houden. Want die dreigden ook aan Persische kant op te treden. Wellicht, althans dat kon je vermoeden. Ja. En je moet erbij bedenken dat de Joden een belangrijke groep vormden. In Yathrib alleen al zo'n 10.000, schat men. Dat betekent, want iedereen heeft wapens, vrije mannen hebben wapens. Dat betekent zo'n 2000 gewapende mannen. Ja. Dus het is ook een militaire factor. Ja. Dus je hebt ook te maken met een situatie waarin daar in Hijaz de bevolking zichzelf kan bewapenen. En ja. dat in het Byzantijnse Rijk eigenlijk niet zo is. Dat is waar? Streng verboden. Ja. En trouwens ook in het Perzische Rijk. In het Byzantijnse Rijk is de bevolking ontwapend. Ja. Dat is een heel groot verschil met het klassieke Griekenland of zo. Daar heeft iedereen wapens. Maar in de Romeinse keizertijd begint dat. Dan krijg je dus een duidelijke scheiding tussen het militaire apparaat in handen van de overheid en de bevolking is ontwapend. Ja. Er staan strenge straffen op, je mag geen wapens bezitten. Interessant parallel ook met onze tijd in Amerika, waar men wel bewapend is. Wat natuurlijk wel zijn gevolgen heeft, als dan die Arabieren aan hun veroveringen beginnen in Syrië, Palestina, dan is het heel moeilijk om dan snel een soort van militie te vormen om de steden te verdedigen, want men is dat niet gewend, men heeft geen wapens. Men is gewend om zich te schikken naar de beroepsmilitairen. Ja. En dat was met de Perzen daarvoor eigenlijk ook al zo, natuurlijk. Bij de Perzen is dat misschien iets minder nadrukkelijk, maar in feite is het ook zo. Ja, ja. Ja. Het is al een hele lange traditie in het oude Midden-Oosten. En de enige uitzonderingen, dat zijn dan wat bergvolkeren, bergstammen. Mm. In het gebergte zo tussen Iran en Irak. En natuurlijk in Armenië, Armeniërs. Die daarom ook zo gewild waren als hulptroepen. Want die waren gewend met wapens om te gaan. Dat zie ik in een andere cultuur. Maar het grootste deel van de bevolking is dus eigenlijk puur gedemilitariseerd, ontwapend en daardoor ook passief in die oorlogen. Dus hebben we ook weer te maken met een contrast met onze huidige tijd, waarin Libanon en Syrië en Israël, zou je kunnen zeggen, hoog gemilitariseerd zijn. Ja. Terwijl in die tijd de Levant misschien juist een gebied was waar welvaart en wilde en agrarische activiteiten meer dan nu centraal stonden. Ja, misschien wel. In elk geval sinds de Romeinse uitbreiding van de Romeinse macht over dat gebied, is die bevolking niet meer een militaire factor. Dat zijn puur fysiek, puur passief en ondergaan wat de machten boven hun hoofd allemaal. In militaire zin? Ja, in militaire zin. En daardoor in politieke zin. Maar in culturele zin was er toch een enorme rijkdom met mozaïeken en Ja, zeker. Cultureel, dat is natuurlijk weer iets anders. Ja, zeker. Ja. Ja, 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 ja. Dus als je die rijkdom als het ware voorspiegelt aan die mensen uit de Hijaz, dan heb je natuurlijk ook allerlei vroege ideeën uit de Koran en ook over het martelaarschap, wat misschien wel samenhangt met de wilde die in de grens te zien was. Ik weet niet of je kunt zeggen dat dat dan een drijfveer is geweest. Maar dat kwam er uiteraard bij. Het is ongetwijfeld een drijfveer op het individuele niveau. Dat Arabieren graag aan de jihad meedoen. Het jihad tegen het Byzantijnse Rijk en ook later het Persische Rijk. Omdat ze daarmee buit kunnen verwerven. Dat is onmiskenbaar een feit. Ja. Maar ik wil niet zeggen dat die Arabische veroveringsoorlogen uitsluitend met het oog daarop zijn gevoerd. Ja. Ik denk dat de primaire drijfveer in 633, hè, maar nu lopen we misschien een beetje op de geschiedenis al vooruit, maar dat dan de eerste drijfveer toch puur religieus is. Ja. Het is toch de oorlog om de religie van Allah te verbreiden. Dat is het idee ook van een jihad. Want niet elke oorlog is per definitie een jihad. Een jihad is een oorlog in dienst van Allah. Het woord jihad, dat betekent zoiets als streven, begreep ik? Of, nou, het betekent of strijd. Strijd. Ja. Ja. En uit strijd kun je afleiden, ook streven, als een soort van metafoor. Of zo. Ja. Ik heb Bernard Lewis erover geconstateerd. Ja. Die zegt dan strive. Maar, ja. 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 Maar goed. Ja, maar dat streven, dat moeten we ons vooral de fysiek voorstellen. Hmm. Je fysiek en dus gewapend in de strijd inspannen. Ja. Want alle, dat heb ik dan begrepen van de Arabisten, en dat kan ik niet zelf helemaal beoordelen, maar alle plaatsen waar dat term voorkomt, zowel in de Koran als in de oudste de overleveringen, is het in 90 of meer procent van de gevallen puur oorlog, strijd. Ja. En die andere betekenis van een innerlijke strijd en een innerlijk streven,
Ja, dat lijkt toch min of meer daarvan als een soort van metafoor van afgeleid. Hè? Ja, dus je hebt wel een paar paradoxen. Dus je hebt een hoog gemilitariseerde constitutie van grote delen van de bevolking in de Hijaz. Terwijl in het Romeinse Rijk dat eigenlijk niet zo is. Ja. Ondanks het feit dat Heraclius in de decennia voorafgaand aan de veroveringstochten van de islam continu in dat gebied in oorlog was. Jawel, maar dat is dus een beroepsleger. Hè? Ja. Dus dan echt daar in dat Byzantijnse Rijk, zoals in het late Romeinse Rijk, is er een duidelijke kloof tussen burgerij en het militaire apparaat. Ja. Een kloof die er bijvoorbeeld dus niet bestond in het klassieke Griekenland. Nee. Waar elke burger tegelijk soldaat was in principe. En tegelijkertijd is het ook zo dat Heraclius zelf ook niet de religieuze symboliek vreemd was. Nee. Kijk, van hem is bekend, dat wordt ons uitgebreid bericht ook door de kroniekschrijvers, dat hij in 622 dus aan een grote campagne begint. Met het oog op een, ja, die omtrekkende beweging om dan het Perzische Rijk in het hart aan te vallen. En dan vuurt hij zijn soldaten aan met de ene preek naar de andere. Ja. En dat, ja, kijk, hij kan natuurlijk niet een leger van 40.000 man toespreken. Dus dat doet hij aan zijn officieren en die geven die boodschap wel door. Ja. Hè? Maar de boodschap is dan deze, en dat is dan heel nieuw en opzienbarend. Dat degene die dan in de komende oorlog, in de komende campagne zullen sneuvelen, die zullen naar de hemel gaan. Ja. Die zullen als martelaren worden beschouwd. En dat is helemaal nieuw, dat past niet in het christendom. Hè? Van daarvoor, wat toch ook vrij het christendom kent wel het idee van martelaren, ja, die volgens de theologie van het christendom ook inderdaad de hemel verdienen en rechtstreeks naar de hemel gaan. Maar dat zijn mensen die omwille van hun getuigenis van het geloof, hè, martelaar betekent getuigen eigenlijk, gedood worden. Of gemarteld, gefolterd worden. Hè. Ons woord martelen komt daar natuurlijk ook vandaan. En, maar het zijn dus mensen die de dood ondergaan. En het zijn geen lieden die in de oorlog de vijand opzoeken en slag leveren. Dat is een hele andere vorm van martelaarschap, hoe zal ik het zeggen? Zal ik dat formuleren? Het is een andere kijk op het wezen van het martelaarschap. Bij Mohammed vind je dan later dat de martelaar is niet alleen maar degene die sneuvelt, maar ook degene die anderen doodt in een jihad. Hè? Ja. Alleen in die context, dan geldt dat. Maar goed, die Heraclius is dan iemand die in 622 dat afkondigt. En zoals gezegd, dat is nieuw. Want we weten bijvoorbeeld dat dan later de Byzantijnse keizer dat van de bisschoppen van de Griekse kerk probeerde, hij probeerde hen ertoe te zetten, een verklaring uit te geven, een soort bisschoppelijk schrijven, zal ik maar zeggen, een besluit van het concilie, dat iedereen die sneuvelt in de oorlog tegen de heidenen naar de hemel gaat. Dat is geweigerd, want men vond dat theologisch niet verantwoord. Ja. Maar wanneer dat bericht van Heraclius' prediking doordringt in het gebied van de Hijaz bij Mohammed en zijn aanhang, dan zie je heel kort erop dat Mohammed ook dat begint te prediken. En we weten dat dat nieuw is, omdat bij de oprichting van die islam, van de Umma in 622, er is dan een bepaalde oorkonde, een stichtingsoorkonde, een document opgesteld. En daarin is sprake van de strijders die in de heilige oorlog op het pad van Allah, en dat kun je dus een heilige oorlog noemen, die op het pad van Allah sneuvelen, die hebben als troost dat hun dood zal worden gewroken door de anderen. Maar van een paradijs wordt niet gesproken. Dan een paar jaar later komt Mohammed opeens, dat is in 624, naar aanleiding van de slag bij Badr, dat is de overlevering, tenminste, dat de versen in de Koran die over het paradijs en het martelaarschap gaan, die dateren van die tijd en later. En dan komt Mohammed ook met de voorstelling van degene die sneuvelen op het pad van Allah, die gaat naar de hemel. Die zijn niet naar het paradijs. Die zijn niet dood, zoals hij het formuleert, maar die zijn bij Allah. Mm. En dat is een, ja, ik wil niet zeggen dat we daarmee bewezen is dat het overgenomen is van Heraclius, maar het ligt er echt dik bovenop. Het zit er dik in. Dus eigenlijk ontstaat natuurlijk in die tijd de dialectiek tussen het christendom en de islam. Ja. Al voordat de islam zich als zodanig vormde, kan je eigenlijk spreken misschien van, in die campagne van Heraclius tegen de Perzen, van de eerste kruistocht. Zo wordt het wel genoemd eigenlijk. Ja. Daar zit wel veel in de letterlijke zin van het woord. Precies. Omdat
Heraclius wilde de reliquie van het kruis terughalen. Dus wat was gebeurd? Het ware kruis was geroofd door de Perzen? Zeker. Uit Jeruzalem, begreep ik? De Perzen hadden dus Jeruzalem ingenomen in 614 al. En die hadden dus de reliquie van het kruis die daar werd bewaard, sinds die zou zijn gevonden in de tijd van Constantijn en zijn moeder Helena, al die legende daarover. En die reliquie werd meegenomen. Mm. En Heraclius, en hij niet alleen uiteraard, maar als keizer, voerde hij dat altijd aan als een van de belangrijkste motieven om de oorlog voor te zetten, want dat kruis moest terug naar Jeruzalem. En wanneer dan hij het Persische Rijk inderdaad in zijn gedurfde campagnes verslagen heeft, dat is allemaal, dat risico is met veel succes beloond, het risico dat hij nam, dan is de eerste eis, geef dat kruis terug. En dat stuit op de nodige problemen, want niemand kan het vinden. Ja. En hij krijgt dus te horen uit het paleis in Ctesiphon, de Persische hoofdstad, dat men niet weet waar het is. Ja. Ja, en dan krijg je een mooie scène dat op een gegeven moment die Persische generaal Shahrbaraz, die eigenlijk allerlei politieke ambities heeft en de steun van Heraclius nodig heeft, en die komt dan opeens tevoorschijn vanuit Egyptisch Alexandrië, waar hij toen was, met een nieuwe prachtige doos van goud met juwelen en daarin stukken hout. En dat wordt bezorgd aan de keizer. Want dit is, en de keizer neemt dat aan, gaat ermee naar Jeruzalem. En de patriarch van Jeruzalem, die bekijkt dat ook en zegt en verklaart dan dat het inderdaad het reliquie van het Heilige Kruis is. Hoe hij dat kon verklaren, dat is allemaal een beetje moeilijk te zeggen. De legende vertelt dat hij een sleuteltje had die precies paste op die doos die de keizer gekregen had. Je kunt daarbij allerlei vermoedens uiten van, dat wil ik maar in het midden laten. Maar we weten ook dat er natuurlijk christenen waren in die tijd die dat niet in geloofden. Die dachten of beseften dat dat kruisreliquie verdwenen was in het Persische Rijk en dat hier gewoon een stuk surrogaat voor in de plaats was gekomen. Maar hoe dat dacht, in feite is dat niet zo vreselijk belangrijk, want het komt er toch op neer dat iedereen uiteindelijk dat gaat geloven. Zeker de keizer en de hele bevolking. En het wordt dan in triomf naar Constantinopel gebracht en daarna weer terug naar Jeruzalem, bijgezet in de kerk van het Heilige Graf enzovoort. Maar wanneer de Arabieren dreigen te komen, dan wordt het toch weer bliksemsnel naar Constantinopel gebracht. Dus die wijsheid hadden ze wel, die voorzienigheid. Ja, zeker. Dus er is eigenlijk een gigantische show gaande, ook van Heraclius, over zijn geloof. Je kan zeggen dat het een soort van illusoire toestand is waar de hele bevolking in gehypnotiseerd wordt. Ja. Datzelfde geldt voor de Mohammedanen, zoals ze vroeger genoemd werden in Nederland. Ja. Wat trouwens ook een interessant onderscheid is dat tussen Muslim, wat volgens mij niet per se gelovige betekent, en een ander woord. In oorsprong niet. Kijk, de term die gebruikt wordt, dat is Muminoen, dat betekent gelovige. Ja. En als je in de Koran dat gaat turven, het aantal keren dat die termen worden gebruikt, naast een term als moslim, dan blijkt dat de term Muminoen, die komt wel 1000 keer voor of nog meer. Dat is de normale aanduiding voor de volgelingen van Mohammed. Gelovigen. En in dat document wat ik zo even noemde, die is oorkonde waaruit dan de Oema is opgericht, blijkt dat tot die Muminoen, tot die gelovigen, ook Joden en Christenen kunnen behoren. Dat is heel opmerkelijk. Maar dat is niet langdurig zo gebleven. Want al heel snel, zeker in 623, 24, komt er een breuk met de Joden. En ook Christenen worden niet langer beschouwd als de ware gelovigen. Dus dan zie je een andere ontwikkeling. En de term Muslimoen betekent in oorsprong degene die zich aansluiten bij Mohammed als bondgenoot in zijn strijd. Die dan weliswaar het geloof dat Mohammed predikt meestal wel overnemen, meestal, maar niet eens per se. Hè? En die dan toch worden gezien als van iets minder, van iets lagere aard dan de eigenlijke Muminoen, de eigenlijke gelovigen. Ja. Maar omdat dus die Muslimoen in aantal toenemen, want alle nieuwe bekeerlingen vormen dan de groep van de Muslimoen. Mm-hmm. Terwijl de oudste volgelingen van Mohammed, dat blijft die beperkte kring van gelovigen. Dan kan het op den duur niet uitblijven of de term Muslimoen wordt
Dus moslim wordt gebruikt voor, voor iedereen, voor de hele gemeenschap van, van dit nieuwe geloof. Ja. En daar past ook het woord islam bij, hè, de onderwerping. Onderwerping, ja. En het is aan het einde van de 7e eeuw pas trouwens, hoor, wanneer dan werkelijk die termen min of meer formeel worden gebruikt als de aanduiding van het geloof en de aanhangers daarvan. Dus de golven van Arabische aanvallen op het Byzantijnse Rijk, die beginnen volgens mij in die periode rond 632? Zoiets, 633 is meestal, ja. Misschien 34, daar kun je over twisten. Eind 633, maar onze eerste zekere berichten daarover zijn er 634. Ja, en in die periode worden meestal volgens mij niet steden zozeer aangevallen, maar wordt het platteland een beetje leeggeroofd en wordt daarmee geprobeerd de steden ook tot overgave te dwingen. Nare praktijken die op de plattelandsbewoners worden uitgevoerd om de stedelingen schrik aan te jagen en tot overgave te dwingen. Dat is wel zo, Dat is een strategie die misschien wel tientallen jaren zo doorgaat. Eerst in Palestina. Ja, misschien. Ik weet Syrië hoe, daarna ook. Ja. Of dat lang doorging na de veroveringen, dat durf ik ook niet te zeggen. Nee. Maar je kunt opmerken dat die Byzantijnen, die hebben betrekkelijk weinig troepen in dat gebied. Ja. En die troepen die ze hebben, die zijn dan geconcentreerd in steden. Mm-hmm. Wat betekent dat als er invallers in het land komen, ja, die beheersen dan vanzelfsprekend het gebied buiten de steden. En die plunderen en verwoesten daar. En om de stedelingen te intimideren, angst aan te jagen, ze tot overgave te bewegen, vinden we een paar keer vermeld in onze bronnen dat die Arabische invallers dan vreselijk tekeer gaan. En dorpelingen doden, dorpen uitroeien, alles vee meeroven enzovoort. Ja. Dat en toch veel mensen in slavernij ook afvoeren. Dus ik was niet gechoqueerd door je boek, moet ik zeggen. Ja. Ik wist wel van deze praktijken. Ja. Maar het is misschien voor de kijkers in Nederland wel interessant om het begin van de islamitische verovering even in die context te schetsen. Ondanks het feit dat als je kijkt naar een stad als Damascus, waar jij volgens mij ook wel over hebt geschreven, dat daar ook wel weer een bloeiende cultuur dan ontstaat rond de kalif die daar zitting neemt. Zeker, maar dat is eigenlijk dan pas, in de 8e eeuw. Ja. Je kunt zeggen, de eerste eeuw van die veroveringen is tamelijk destructief. Ja. Als je ook naar de literaire overlevering kijkt, naar alle berichten van verwoestingen. Archeologisch, dat zei ik al, is er weinig aan te tonen uit de 7e eeuw en begin 8e eeuw. Ja. Weinig van een nieuwe opleving of een nieuwe beschaving, noem maar. Ja. En dat geldt ook voor het Byzantijnse gebied. Dat is misschien nog erger. Ja. De duistere tijd dan, hè, van steden die inkrimpen. Ja. Handelsbewegingen die niet langer bestaan, althans verstoord, verminderd. En misschien is het voor de kijkers leuk om daar even een concreet voorbeeld van te zien. Dus ik heb wat olielampjes meegenomen die ik thuis hou, die ik van een vriend heb gekregen, die een opa uit Tunesië, een Tunesische opa, had. En wat de cultuur van de oudheid karakteriseert, is natuurlijk het gebruik van olielampen. Ja. En op een gegeven moment stort dat volgens mij in de periode waar wij nu over aan het spreken zijn in, toch? Ja, kijk, archeologen vinden dit soort lampjes bij honderden, bij duizenden, overal. Ja. Het is een bekende lamp. Maar uiteraard afhankelijk van olijfolie. Olijfolie is de basis voor de olie, voor dit soort verlichting. En daar komt de klad in, letterlijk. Want vanaf de 6e, 7e eeuw neemt de productie ervan enorm af. En in de tijd van de Arabische veroveringen nog veel meer. Zeker ook de handel daarin. Mm-hmm. En dat betekent dat vele gebieden eigenlijk moeten omzien naar een ander soort van verlichting. Kaarsen komen dan op. Ja. Waskaarsen, vetkaarsen. Ja. Dus de kaars is eigenlijk geassocieerd met de introductie van de middeleeuwen, zou je kunnen zeggen. In zekere zin wel, ja. De kaars wordt bij de middeleeuwen. Ja, fantastisch. Er zijn meer van dit soort details die in jouw boek naar voren komen. Van in ieder geval verplaatsing van economische activiteit en energie. Ja. Een heel mooi detail wat mij bijbleef was de manier waarop de Colossus van Rhodes door de islamieten buiten is gemaakt. Ah, ja. Dat is een van de zeven wereldwonderen, zoals de kijkers misschien weten. Ja, die kolossus die dateert uit de derde eeuw, hè, voor Christus. Ja, zeker. Een reusachtig beeld van de zonnegod Helios bij de haven. Dat beeld was al binnen een eeuw, geloof ik, neergestort door een aardbeving. Ja. Maar het bleef daar gewoon liggen, als een enorme bronzen kolos. Ja.
En dat heeft bijna 1000 jaar daar zo gelegen. En dan komen in de jaren 60 van de 7e eeuw, komen de Arabieren op Rodos. En dan wordt al dat brons, dat wordt in stukken gezaagd. En dan vervoerd naar de vaste wal. En verkocht. Het schijnt een schroothandelaar uit een van de steden geweest te zijn. Die, ja. Volgens de overlevering, die had meen ik 900 kamelen nodig of zo. Om allemaal dat brons te vervoeren. Ja, ja. Dus je komt daarmee tot een interessante vergelijking tussen het heersende paradigma, wat wij toch wel denk ik in het Westen nu hebben, van de islamitische beschaving als buitengewoon verlicht. En de manier waarop de Romeinse beschaving afgekalfd is. Ja. Hoe kijk jij naar die discussie, als ik mag vragen? Buitengewoon verlicht zou ik de islamitische beschaving niet willen noemen. En men zegt altijd dat er een gouden eeuw is geweest, vanaf pakweg 10e, 11e eeuw, 12e nog. Mm-hmm. En dat de bloeitijd van de Arabische wetenschap. Ja, voor een groot deel is dat wel waar. De bloeitijd van die wetenschap, exacte wetenschap, astronomie en dat soort dingen, medicijnen. Maar voor de rest is het toch niet helemaal te vergelijken met de cultuur van de Grieks-Romeinse oudheid of van de renaissance en humanisme die wij kennen in Europa. En er staat tegenwoordig wel eens een beetje de neiging om alles wat dan in Europa aan moois is voortgekomen na de middeleeuwen of uit de middeleeuwen, de nieuwe opleving vanaf de 12e eeuw en de renaissance, om dat toe te schrijven aan de invloed van de Arabieren. Dat is naar mijn mening zeer overdreven. Hè. De gedachte bestaat dat die Arabieren de erfenis aan filosofische en wetenschappelijke literatuur uit de oudheid hebben bewaard. En voor een deel is dat ook zo. Er zijn een paar geschriften van enkele auteurs, Ptolemeus, een paar werkjes, die inderdaad alleen maar in Arabische vertaling bekend zijn gebleven. Maar het overgrote deel niet. En de beste handschriften, de beste en de meest betrouwbare teksten, die zijn rechtstreeks steeds overgeleverd in Constantinopel. Ja. En dus niet in het Arabische gebied. En dat betekent ook dat daarom juist dat beleg van Constantinopel en het feit dat Constantinopel niet werd veroverd door de Arabieren in 718 zo cruciaal is. Want we weten dat in die tijd, in de 7e eeuw, begin 8e eeuw, die Arabische veroveraars eigenlijk geen belangstelling hebben voor de wetenschappelijke en andere literatuur die daar staat. En hoe weten we dat? We weten dat bijvoorbeeld uit het feit dat ze onbekommerd allerlei bibliotheken in brand steken. met name de grote bibliotheek van Caesarea. Ja, Caesarea lag in de Levant, dacht ik. Ja, in de havenstad was huidige, dat. Ja, in het huidige Israël. Ja, ja. Ja, ja. En die belangstelling van de Arabische kant voor de literaire productie van Grieken uit de oudheid. Mm-hmm. Die belangstelling komt eigenlijk pas vanaf na 750 met een nieuwe dynastie van de Abbasiden. En die nieuwe dynastie die heeft duidelijk connecties met Iran. De stichter daarvan heeft ook een tijdje in Iran gezeten. Het zijn Iraniërs, maar dan tot islam bekeerde Iraniërs, die dan aan het hof in Bagdad, in de nieuwe hoofdstad, een belangrijke rol spelen. En die zetten de kalif ertoe aan om aandacht te besteden aan de literatuur van de ongelovigen, van de Grieken uit de oudheid. En dan begint de belangstelling te komen. Maar die belangstelling blijft altijd beperkt tot natuurwetenschap, logica, wiskunde, dat soort vakken. Niet geschiedschrijving, niet literatuur in onze zin van het woord, of poëzie of wat dan ook. Maar dus een enige beperkte belangstelling. Maar die was er dus inderdaad. En dan worden die werken betrokken uit Constantinopel, vaak op verzoek. De keizer stuurt dan teksten. Naar Arabië? Als diplomatiek geschenk naar Bagdad. Ja. En die worden dan daar vertaald. Ja. Niet door moslims, maar door christenen. Nestorianen. Christelijke Arabieren. Ah, ja. 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 Nestorianen meestal, ja. En die vertalen dat in het Arabisch. En dat is dan de basis voor die Arabische wetenschap. Die dan inderdaad opbloeit. Dat is onmiskenbaar. Dus we hebben te maken ook met een religieus landschap wat de beschavingsgraad beïnvloedt. Je hebt in het christendom, misschien ook even leuk voor mensen te schetsen, een aantal groeperingen. Je hebt de Chalcedoniërs, begreep ik. Dat zijn de orthodoxen, kun je zeggen. Zo zien we dat nu. Wat wij in het Westen de katholieken noemen. In het Oosten de orthodoxen. En daar was toen nog geen stigma of schisma tussen. Dus Oost en West was er toen niet. Het was in 1054 gekomen. Ja. 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 Ja.
Maar we hadden wel weer andere groeperingen. Ja. De Miafisieten. Nestorianen, Monofisieten. Ja, zeker. Ja. Ja, en het gaat vooral om de strijd, de theologische strijd, tussen Monofisieten en Chalcedoniërs. En Monofisieten en Orthodoxen. Ja. Want dat, ja, kijk, dat is een beetje een punt waar historici over getwist hebben. Die strijd speelt zich af in Egypte en in Syrië, die streken vooral. Ja. Of dat niet de weerstand van de bevolking al daar tegen de invallende Arabieren ondermijnd heeft. Ja. En dat is misschien wel zo. Aan de andere kant, het is zeker niet zo, wat men wel eens heeft gedacht, dat Monofisieten, die waren in de minderheid, die werden verdrukt door de heersende orthodoxie, dat die daarom de kant van de Arabieren gekozen zouden hebben. Daar zijn eigenlijk geen aanwijzingen voor. Ja, wel eens over 1 of 2 personen, maar niet voor die als groep, als geheel. Ja. Eigenlijk geldt hetzelfde voor de Nestorianen in het Persisch Rijk. Die zaten wat oostelijker. Die hadden natuurlijk wel de nodige grieven tegen Byzantium. En die konden de Arabieren in zekere zin verwelkomen als een soort van bevrijders. Maar het betekende toch niet dat zij echt helemaal op de hand van de Arabieren waren. Dat heeft men dus wel eens gedacht, maar dat is waarschijnlijk ook wat overdreven. En hoe was het toen gesteld in het gebied wat wij nu West-Europa noemen? Ja. Was daar iets van een literaire cultuur? Of? Nauwelijks. In deze tijd, de 8e eeuw? Nee. Ja. Er zijn wel een paar mensen die wat schrijven, maar het is een paar abten bitter weinig. Ja. Puur alleen geestelijken, ja. 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 Dus het was eigenlijk een culturele woestenij waar Het Westen, ja, behoorlijk wel. Ja, en het zou dus een woestenij gebleven zijn lange tijd, als dus Constantinopel was gevallen. Ja. Want dan zouden de boeken die in Constantinopel aanwezig waren, dat waren er heel veel, die zouden, je weet het. Dat is de vraag, zeker, toch? Ja. Maar die zouden dus voor het grootste deel wel zijn verdwenen, ja. Ja. Hoe de acculturatie speelt en zich afspeelt, is natuurlijk altijd een grote vraag, toch? Ook een, wie annexeert wie en wie beïnvloedt wie en hoe werkt dat? Maar je hebt er geen positieve kijk op wat de islamieten zouden hebben gedaan. Er zijn geen aanwijzingen voor. Dan. Nee, natuurlijk. Ook ja. Het bewijs. Als je kijkt naar de geschiedenis van het kalifaat, Bagdad en andere kalifaten die daar opgevolgd zijn, ook in Spanje, hè, dan zijn er geen aanwijzingen voor een oprechte belangstelling voor het christendom als zodanig. Nee, het christendom is de tegenstander, de vijand. De belangstelling is helemaal beperkt tot nuttige zaken. Medische kennis, kennis van natuurkunde, wiskunde, astronomie heel veel. En dat blijft er zo'n beetje bij. Hè? Dat noem ik dus niet een soort culturele vermenging of acculturatie, nee. Nee, integendeel. Nou, het tegendeel wil ik misschien ook niet beweren, maar het is meer gewoon het naast elkaar bestaan. Hè, van, ja. Want de grote meerderheid van de bevolking in zowel, ik denk, Afrika, dus wat nu Tunesië is, en ook in Syrië en Palestina, is dan christelijk, toch? Ja, zeker. Nog steeds. En dat blijft ook heel lang zo. Nou, in Noord-Afrika niet zo heel lang. Mm. Daar is het binnen pak 200-300 jaar helemaal verdwenen. Ja. Maar in landen als Irak, Syrië wel, tot op de dag van vandaag. Ja. Met name Egypte. Egypte is, meen ik, nu nog 10%. 10% koptisch, hè? Koptisch, ja. Maar dat geldt voor Syrië en Irak minder. Maar ze zijn er nog. Hoewel nu wel onder druk staande, maar er zijn nog christenen, ja. En er zijn natuurlijk ook toch wel architectonische sporen van Byzantijnse invloed te vinden. In de moskeebouw, bijvoorbeeld de grote moskee van Damascus, die heeft toch allerlei motieven. Dat was ooit een kerk natuurlijk. Ja, precies. Van Johannes de Doper en zo. Ja. Ja. Nee, maar een van de belangrijkste architectonische onderdelen, dat is de koepel. De koepel van de Hagia Sophia, van andere koepels die in vele minaretten zijn overgenomen. Ja. In vele, vele moskeeën zijn overgenomen. Ja. Ik gebruik het woord minaret, dat vermoedelijk een afleiding van de vuurtoren van Alexandrië. Ja, de Pharos. Zo is eigenlijk alles, en ook trouwens de munteenheden van Arabieren zijn ook af te leiden op Griekse derivaten. Ja. 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 Everything is Greek krijgt een hele nieuwe connotatie in deze context. Ja. Ja. Een big fat Greek wedding. Dus de Pharos als inspiratiebron voor de Arabieren.
Dan hebben we het over de stad Alexandrië. Ja. Ook een heel belangrijke stad eigenlijk, als cultureel centrum. Zeker. Dan denkt iedereen aan de bibliotheek. Maar ja. Die was al verwoest in de tijd dat de Arabieren kwamen. Er zijn wel legenden over de reactie van de Arabieren daar op die bibliotheek, alsof zij het verwoest zouden hebben. De meest bekende legende luidt dat christenen aan de Arabische veroveraar vroegen of hij zo goed zou willen zijn die bibliotheek te sparen. Dan verklaart hij dat hij daarvoor de kalief moet raadplegen. En kalief Omar, die zegt dan, nou ja, als er in die bibliotheek boeken zijn die in strijd zijn met de Koran, dan moet je ze vernietigen. En als ze niet in strijd zijn met de Koran, zijn ze overbodig. Dus in alle gevallen, vernietig ze maar. En dat is een legende. Dat heeft zich zo absoluut niet voltrokken. Eenvoudig omdat die bibliotheek al niet meer bestond. Ja. Maar dat die legende toch enig geloof kon krijgen, dat heeft wel te maken met het feit dat aanvankelijk de Arabieren geen enkele belangstelling voor die boeken hadden. En dus in diezelfde tijd dat Alexandrië wordt veroverd, 2 jaar eerder in 640, wordt Caesarea veroverd. En dan wordt die bibliotheek die werkelijk bestond, een hele belangrijke, die wordt helemaal vernietigd, die wordt verbrand. Ja. Dus we hebben te maken ook met een islamitische groep overheersers die volgens mij niet zich zozeer vaak in de steden vestigt, maar vaak juist ernaast in legerkampen aan het begin. Ja, dat is aanvankelijk zo, in de 7e eeuw. Ja. De 8e verandert dat allemaal, maar in de 7e eeuw zitten die Arabieren als een paar in soort garnizoensteden naast, of in elk geval buiten de steden die door de inheemse bevolking worden bewoond. Ja. En er zijn een aantal bijzondere steden die we nu nog goed kennen, zijn daaruit ontstaan. Ik denk vooral dan Cairo, dus Goestaat volgens mij was eerst de naam. Ja. Dus feitelijk is dat niet een plaats die ontstaan is uit handelsbetrekkingen of iets dergelijks. Nee, het is een puur militaire positie die daar eigenlijk tot stand is gekomen. Ja. Wat maakt Constantinopel nou zo bijzonder eigenlijk als je dat vergelijkt met al die andere steden die de Arabieren gesticht hebben? We hebben het er volgens mij in ons voorgesprek hebben we het over een zekere Lausus gehad. Ik zou misschien aan de hand van zijn bestaan. Dat was iemand die uit, ik meen, 5e eeuw. Ja. Die een prachtig huis had, een groot huis, een paleis aan de hoofdstraat van Constantinopel. De meeste, en dat paleis dat stond vol met antieke beelden. Ja. En dat was een soort museum, kun je zeggen. En dat is wel een beetje kenmerkend voor dat vroege Byzantium, waar dan van heinde en ver, dat begint dan met Constantijn zelf, naar Constantinopel beelden worden gebracht. Uit tempels met name, of uit openbare ruimte van andere steden. En die beelden, meestal van brons, die worden dan in Constantinopel opgesteld. En ja, dat heeft een zekere museumwaarde ook. Er waren veel christenen die die beelden ook op hun kunstwaarde konden waarderen. Het opvallende is alleen dat dat langzamerhand verdwijnt. Dat in de loop van de 6e, nou vooral 7e en 8e eeuw, dan krijg je die sombere tijd, er nog maar weinig christenen zijn die oog hebben voor die waarde van die beelden. Integendeel, bij de massa van de bevolking beginnen dan ideeën de ronde te doen, alsof die beelden demonisch zijn of hoe dan ook boosaardig. Ja. En dat leidt ook tot een vernietiging. Of men ziet er soms voorstellingen in van bijbelse figuren. Ook merkwaardig, wat natuurlijk uiteraard niet zo was. Maar de Afrodite van Kniedels zou dat lastig zijn geweest, bijvoorbeeld. Maar dus al die kunst die door Constantijn naar Constantinopel is gebracht, is grotendeels verdwenen, vaak moedwillig kapot gemaakt, omgesmolten tot bronzen munten, zilveren munten. In de loop van de eeuwen tot de pakweg, eigenlijk de hele tijd, tot aan de Venetianen komen. En in de Venetianen en in de vierde kruistocht in 1204, dan is er nog maar bitter weinig over van die oude monumenten. Want de Venetianen bezetten Constantinopel dan? Ja, samen met anderen. En dan plunderen de Venetianen Constantinopel, enigszins, behoorlijk kun je wel zeggen. En we weten dat ze een aantal dingen meenemen, die nu nog aan de gevel van de San Marco staan. Precies, ook de quadriga volgens mij, toch? Die bronzen paarden. Absoluut. En het porfieren beeld van de vier keizers, het tetrarchen en nog wat dingen. Ja. Maar ja, in die tijd, 1200, is Constantinopel al een middeleeuwse stad met nog maar heel weinig resten uit de oudheid. En het weinig wat ze hadden, dat verdwijnt dan voor een groot deel. En ook herbouwde huizen, denk ik, die paleizen uit de 4e, 5e, 6e eeuw, die zijn er niet meer. Dat is een heel andere wereld. En van het keizerlijk paleis is ook bijna niks wat er over is als je er nu komt. Dat zijn muziek in de vloeren. Hè? Ja. Ja. Ja, en wat resten van zuilen en zo. Maar het is allemaal heel weinig,
Ja. Dus als de kijker zich Constantinopel voorstelt, dan moet men denken aan een stad, denk ik, met ongeveer 400.000 inwoners in de tijd van Justinianus. Ja. Iets dergelijks. Ja, 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 zoiets. Maar dat golft dan op en neer. Oh, dat, maar het zal nooit meer op dat niveau drastisch komen. Drastisch achteruit door de pest, hè, later ja. in de zesde eeuw. Ja. En door alle politieke onrust en verwikkelingen en economische achteruitgang en de belegeringen. Mensen die dat overleven, die hebben dan toch vaak de neiging om dan maar de stad te ontvluchten. Om niet nog eens een keer een belegering mee te maken. Al dat soort dingen. Constantinopel krimpt, heel letterlijk. Ja. Maar af en toe dan dijt het weer uit. In de tijd dat het Byzantijnse Rijk weer opleeft. Ja. Dus in het hoogtepunt van Byzantium, zo in de middeleeuwen, is pakweg de 10e eeuw, begin 11e eeuw. Dan zal het ook misschien wel een 250.000 inwoners gehad hebben. Ja. Om dan daarna weer heel snel te dalen. Ja, en in de tijd dat de stad door de Turken wordt ingenomen, moet je het eigenlijk voorstellen als een gebied omgeven door muren, met daarbinnen hier en daar wat dorpen. Ja. Ja, wat bewoningskernen en daar allemaal onbebouwd, onbewoond land daartussen. Ja. Ja. De muren van Constantinopel zijn ongeveer 6-7 kilometer lang. Ja. Ja. Om dat dan ook met aan de landzijde, ja. Met ja. zo'n rompstaatje dan te bewapenen en ja. te verdedigen, dat ja. moet ja. Ja. praktisch onmogelijk zijn ja. geweest, zou ik ja. zeggen. Ja. 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 Dus we hebben te maken met een Constantinopel wat dus in die zesde eeuw een beetje de grens markeert tussen die in de zevende ja. eeuw ook. Ja. Ja. Tussen die ja. twee tijdingen, de hoge cultuur van de oudheid. En de... Ja, niet voor niks is de zesde eeuw inderdaad zo'n beetje de afsluiting van de oudheid, van de oude cultuur. En was er nog een veilige plaats in die zesde en zevende eeuw? Dus ik meen ook dat de hoofdstad van het Byzantijnse Rijk niet altijd Constantinopel was in die tijd. Nou, in de 6e, 7e eeuw, ja. Er is even sprake geweest. Die keizer Heraclius in de oorlog tegen de Persen, die had even gedacht, ik verplaats de residentie naar Carthago. Ja. Daar kwam fel verzet tegen, dat heeft hij toen niet gedaan. Later heeft een andere keizer, Constans, nog even gedacht, waarschijnlijk, om te verhuizen naar Syracuse. Ja. Wat verder. Prachtige stad overigens. Ja, zeker. Ben je er wel eens geweest? Jazeker. Om wat verder weg te zijn ja. van de Arabieren. Ja. Dat is ook allemaal niet doorgegaan. Eigenlijk maar goed ook. Want Syracuse is uiteindelijk toch kwetsbaarder dan Constantinopel. Het is ja. niet voor niks dat Constantinopel het zo lang heeft volgehouden. Hè? Ja. Ja, tot 1453. We hebben te maken met enorme muren. Ja, dus de muren van Theodosius uit de 5e eeuw. En die, ik was er 3 weken geleden nog, dus ik kan er ook wel een anekdote over vertellen. Ja, nee, het is heel indrukwekkend. Ja. 7 poorten begrijp ik, of misschien nog wel... 10. 10 de landzijde, 10 ja. poorten, ja. Ja, ja. Muren van 20 meter hoog. Ja. Ja, ja, ja. En nog steeds staand. Hè? Dus, ja. Het is ook bijzonder dat in Turkije er eigenlijk geen aandacht aan wordt besteed. Omdat het een remnant natuurlijk is ook van... Er is wel het een en ander gerestaureerd. Heb ik ja, ja. Een beetje ook voor de toeristen natuurlijk. Zeker, sinds kort wel, ja. Ja, ja. Sinds kort, ja. Ja, ja. In tegenstelling tot de Hagia Sophia, die van museum tot moskee geworden is. Ja, grote stukken van het huidige Istanbul binnen de oude stadsmuren. Mm-hmm. Waar wel wat aan gerestaureerd zou kunnen worden, als je dat ziet. En dat doet men... Kennelijk niet, voorlopig niet. Ja. Ja. Integendeel, de Hagia Sophia is weer tot de moskee gemaakt. Dus wat dat betreft is eerder een regressie. Hè? Ja. Nou ja, het is maar hoe je het ziet, maar ik zie dat ook zo inderdaad. Ja, ja. Hoewel, ja, het heeft natuurlijk ook wel wat. Hè, dat Erdogan die toch misschien een beetje radicaliseert in deze tijd. En, zeer nationalistisch opstelt, maar dus ook weer beroep doet op die Umma. Zou je kunnen zeker, zeggen. Zeker, ja, hij probeert de nieuwe leider te zijn eigenlijk, hè, van de Soenitische, uiteraard de tegenstelling tot Iran, de Shiïtische islam. Ja. Van de Soenitische tak is het evident dat Erdogan hoopt of pretendeert daar de belangrijkste figuur te zijn. Dat zal niet gebeuren natuurlijk, daarvoor zijn de verschillen te groot. Hij moet de verkiezingen ook nog maar winnen. Ja, ja, ook dat. Maar neem al de moslims in Pakistan. Dat zijn er miljoenen, nog veel meer dan in Turkije. Indonesië. Die zullen niet allemaal zomaar voetstoots Erdogan volgen. Hè. Nee. Dus voorlopig denk ik ook niet dat er een kalif komt. Want dat is dan eigenlijk het streven, hè, van de orthodoxe fundamentalistische islam. Om een nieuwe kalifaat op te richten. Maar dus dat zie ik niet zo gauw. Je hebt dus in die 8e eeuw, 7e eeuw heb je dus ook een aantal architectonische sublieme uitvoeringen, toch wel, denk ik, van de islamieten. Dus ja. als je het over die rotskoepel hebt, ja. dat is toch ook een heel bijzonder gebouw. Dat is een heel bijzonder gebouw. Ja. Dat is inderdaad prachtig. Ja, de mozaïeken die zijn aangebracht door de Byzantijnse mozaïekleggers. Het is voor een deel ook puur een menging van Byzantijnse kunst en Arabische inspiratie, zal ik maar zeggen. Ja, ja. ja.
Maar het is een heel bijzonder gebouw, ook met die inscripties. Hè. Het is heel evident dat dat gebouw bedoeld is als een soort preek. Een preek in steen en mozaïek. Ja. Want die teksten die richten zich tot christenen met name. Mm-hmm. Die kunnen dan daar rondlopen in die arcade. Mm-hmm. En die kunnen dan lezen dat zij het helemaal bij het verkeerde eind hebben. Dat er maar één ware religie is en dat de christenen niet moeten geloven in dit en in dat. Maar dat ze moeten niet in geloven dat Jezus de Zoon van de Heere God dat is. Dat mag absoluut niet. En dat kan ook niet, toch? Geen drie-eenheid, dat kan allemaal niet. Nee. Dus het idee is volgens mij dat Allah geen metgezel kan hebben. Ja, dus je kunt zeggen dat is het kerngebod van de islam. Een monotheïsme in extreme zin van het woord. Dat er maar één God kan zijn die de Allerhoogste is en alle macht heeft. En elke andere macht naast hem is als het ware een belediging van deze ene God. Want hij moet alles beheersen. Ja. En iemand die een andere God of een andere kracht naast Allah erkent, laat staan vereert, die maakt zich schuldig aan shirk. Dat is de ergste zonde die een mens kan bedrijven. Binnen de islam. Binnen de islam. En dat betekent elke christen die het heeft over de heilige drie-eenheid. Nou ja, per definitie is dat shirk. Ja, en toch wordt Jezus, of Isa zoals die heet in de islam, wordt wel op handen gedragen. Als een profeet. Als een belangrijke profeet. Een menselijke profeet. Ja, ja, ja. Ja, met de merkwaardige kant eraan dat hij dus niet is gestorven. Ja. Hij is een van de weinige figuren volgens de islam die geen graf heeft op aarde, maar die rechtstreeks naar Allah is gegaan. Maar weer terug zal komen om dan iedereen tot de islam te bekeren. En precies daarom is het kruis zo'n beledigend teken in de ogen van bepaalde mensen in de islamitische wereld. Ja, ja. Ten opzichte van de orthodoxe moslim is het kruis een tarte van de waarheid van de Koran. Want in de Koran staat duidelijk dat Jezus niet aan het kruis gestorven is. Dus als de christenen dat kruis dan niettemin vereren, dan dagen ze als het ware de religie van Allah uit. Ja. Ze beledigen Allah zelf en de moslims. Ja. Dus elk kruisteken is een object wat een Arabier, wat een moslim per definitie niet kan verdragen, niet kan dulden. En je ziet ook dat na de veroveringen van Syrië, Palestina, er af en toe van die campagnes zijn dat alle kruisen uit de openbaarheid moeten verdwijnen. Van kerken, van overal. Ja. Ja. Soms zelfs binnen de kerk. Ja. Dus dit zijn allemaal nogal donkere tijdingen die worden geschetst. Waren er ook verhalen van liefde of tussen christenen en moslims en Joodse mensen? En Joden zoals ze zichzelf noemen. Ik zat gisteren met een Joodse man op in het café. Verhalen in de zin van anekdotes of zo. Dat we kunnen zeggen van die en die. Dat weet ik niet, eerlijk gezegd. Dat is mij niet bekend. Nee. Er zijn wel berichten over huwelijken natuurlijk. Ja. Hè? En die huwelijken die zijn altijd van één kant. Namelijk dat een moslim gerust kan trouwen met een Jodin of een christin. Ja. En dan hoeft die Jodin of die christin ook niet eens haar eigen religie op te geven. Dat hoeft helemaal niet. Ja, er is vaak wel een druk om dat te doen, maar dat is niet per se nodig. Nee. Omdat eenvoudig de kinderen die uit het huwelijk worden geboren per definitie moslim zijn. Ja. En omgekeerd is het uitgesloten, kan natuurlijk niet een moslimvrouw trouwen met een Jood of een christen. Dat is verboden. Ja. Ja, dus het gaat allemaal van één kant. Ja. Vanuit de islam geredeneerd ook weer. Ja, ja. Ja, ja. Zo is het dus ook dat Mohammed, die had meerdere vrouwen. Ja. En zijn hoofdvrouw, volgens mij, als ik dat... Nou ja, zijn lievelingsvrouw. Zijn lievelingsvrouw was het. Aisha is dat. Aisha. Ja, 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 ja. En die was Joods, dacht ik, of... Nee, zij was niet Joods. Ze was gewoon puur uit de kringen van de Quraysh, waar ook Mohammed toe behoorde. Een bepaalde stam daar. Ja, ja, zeker, ja. Maar hij had wel een Joodse vrouw. Toch? Ja, zeker. Ja. Die heeft zij, dat was een van die, in 628 verovert hij of bezet hij die oase van Kaibar. En dan heb je dat vreselijke verhaal. Ik noem het een verhaal, want het is allemaal niet te bewijzen dat het werkelijk gebeurd is. Maar de aanwijzingen dat verhaal op historische waarheid berust zijn toch wel echt vrij sterk, denk ik. Er is geen reden om eraan te twijfelen in elk geval. Maar de berichtgeving is al dus dat die Joden in die oase, die worden gedwongen hun bezittingen op te geven. En ze worden daardoor zelfs gemarteld.
En dan is er een van de leiders van die gemeenschap, die wordt doodgemarteld, want die wil niet verraden waar zijn schatten zich bevinden in dat verhaal. En de weduwe van deze doodgemartelde man, die wordt dezelfde nacht de vrouw van Mohammed. Hm. En daar komt er nog bij dat haar vader een jaar eerder in Yathrib, als een van de leden van de stam van de Quraiza, die toen, waarvan de mannen toen ook werden uitgemoord, was omgebracht. Ja. Ja, dan heb je dan wat treurige situatie dat deze vrouw, haar vader was gedood door Mohammed, of op last van Mohammed, haar man, en zij wordt de echtgenote van Mohammed. Geen wonder dat men later dacht dat toen Mohammed stierf, dat hij was vergiftigd door deze vrouw. Nou, het zou interessant zijn om een biografie van haar te zien verschijnen. Ja, maar op een gegeven moment. Ik ben bang dat het niet meer gegevens zijn dan wat ik nu verteld heb. Dat denk ik ook, ja. Dan wordt het een vier romancees. In het kader van de feministische golven die Nederland overweldigde de afgelopen jaren, is dat misschien wel op zijn plaats. Ja. Nou Henk, het is een donker verhaal, maar toch ook met wat ongelooflijk mooie lichtpunten, denk ik. Het is ik vind het een fantastisch boek. Ik heb ervan genoten, moet ik zeggen. Het is ook goed dat het verhaal van deze periode is verteld wordt. Ja. Dus heel veel dank daarvoor. Ik wil jou ook bedanken voor dit gesprek. Geen dank, ik heb het met plezier gedaan. Ja, en als je nog iets toe wil voegen over de periode, dat er toch nog misschien een groot lichtpunt is of zo, dan is nu je kans. Maar nou nee, het lichtpunt is dat Constantinopel niet is ingenomen. Okay. Dat is het lichtpunt. Okay. Dus ja, het is een sombere tijd inderdaad. Maar ja, het is niet 100% somber. Hè. Nou ja, misschien ook is goed voor de mensen om geconfronteerd te worden met het aloude adagium memento mori. Ja. Nou, nogmaals dank. Ja, geen dank. Mooi. Hopelijk tot een keer. Beste kijker, als je dit filmpje ziet, houd je kennelijk van de lange en verdiepende gesprekken van De Nieuwe Wereld. Wil je meer van onze video's zien? Klik dan op de afbeelding hier links. Of beter nog, abonneer je op ons kanaal. Je kunt ons natuurlijk ook steunen en daar zijn wij zeer op aangewezen. Klik dan op de afbeelding rechtsboven in beeld of ga naar de beschrijving hieronder voor meer informatie. Ik dank jullie bij voorbaat van harte.